We zijn hier op de Mad Trade in de RAI in Amsterdam. Het is 's werelds grootste vakbeurs voor de maritieme industrie. En hier worden belangrijke deals gesloten, hier worden dingen gekocht. En wij gaan vandaag eens even kijken naar de spannendste snufjes die voor zeilers interessant kunnen zijn. So, can you tell us a little bit about this thing? Yeah, sure, with pleasure. Okay, so this is our Remigo electric motor. And with our motor, we try to make the best electric motor that we could, okay? So the key feature of our motor is that the battery is integrated inside. There aren't any cables you have to attach or anything like this. And we try to focus on the user to make this as easy as possible to use. So you have your plastic kill switch and you just connect it on the motor and you see it boots up immediately. Now, here on this side, you'll be able to see the battery life. And on this side, you can see the power. So if you want to go forward, just push this button and off you go. And you know, the more you push, the faster you go. If you want to go the other side, so to slow down, push the other one, press it again, you change direction. And if you have any sort of problem or if you fall off the boat, as soon as the kill switch comes off, it shuts down. So you only can use the buttons for forward and backward? You don't need anything else. You can just remove the entire motor, okay? And this can stay attached to the boat, so you don't need to carry around unnecessary mass. Now, what used to be the steering stick now becomes your carrying stick, so you can just grab the motor and go, no problem. And then, you know, when you get back from your lunch or whatever, when you charge your motor, come there, stick it back on, kill switch on. Oh. Kill switch on in the second attempt, and off you go. Ja, we staan bij de Spaanse stand van Calypso en zij hebben een heel klein windmetertje, draadloos en met een app erbij. Nou, we gaan eens even vragen wat je daaraan hebt. So this is the new product that we just launched. It was actually this week. It's a new ultrasonic portable mini. It's a wind measurement, okay? It measures wind speed and wind direction and sends the information via Bluetooth to different apps. We have developed our own app, which is called Anemo Tracker app. And in that app, you can also track the information and see at a real time the wind speed and wind direction. So we really believe like this product is more focused into the dinghy market or a racing committee who really need to check the wind when there is a race. They can have it on a tripod, for instance, and they can take it home when the race is over, for instance. Yeah. Ja, op de Van Dijk Loop van 2020 hebben we de Oscar al gezien. En daar staan we nu ook bij de Oscar. En de Oscar is eigenlijk een camera die al ver in de verte objecten in zee kan zien. En nou ja, dat is dus om aanvaringen te voorkomen. Ja, we gaan eens even vragen of dit nou ook voor tourzeilers een optie is. So you're one of the inventors of Oscar. Yes, that's right. Or are you the only inventor? Well, it's a teamwork, but I started it. So you can see as you want. And what did you start? Well, I start with sailing at night, not seeing anything in front, and wanting to be more relaxed on night passages. And then? Well, and then I started doing stuff. And you came up with the Oscar. Yes. Can you tell something about Oscar? Yes. So basically, it's a camera with a brain. Yeah. So the idea is to have an electronic lookout because it's never tired. Yeah, it never needs a coffee. Yeah, or some sleep. And so that's I think way more reliable than a human who, when you look at nothing, you know, you get bored, and when you get bored, you are not attentive anymore. So we started there for the development. Go to the harshest condition, make it work, and once it works, go to the leisure and professional market. So we have a range for leisure boats, yeah? That's starting here at the end, yeah? So that you and me on the boats got a more enjoyable time at sea. Yeah. So it's already available? It is available, yes. With it starts at 10,000 euros. So it's a bit expensive, but it's new technology, you know? And also things are progressing fast. And, you need to start somewhere. Ja, we gaan nu naar de stand van Icom. En Icom die heeft een nieuwe innovatie.
Dat is de eerste handheld Marifoon met AIS en DSC. Allebei in één apparaatje. We gaan even vragen, wat zijn nou de voordelen van dat product? Dit is de ICM94DE. Ja, dat klopt. En dat is een laatste innovatie van jullie. Wat is het? Het is een portofoon. Een portofoon die blijft drijven. Zelfs als je daar een speakermicrofoon bij doorheen kan praten. Als je die aan zou sluiten hier en hij valt overboord, dan blijft hij drijven. Iets anders wat hij ook doet, er zitten hier een aantal contacten. Op het moment dat hij te water gaat, dan verstuurt hij een MOB, een man overboord. Op AIS naar een schip in de omgeving, zodat ze weten waar iemand overboord is gegaan. Hij heeft AIS ontvanger. Het is de eerste portofoon ter wereld die een AIS ontvanger aan boord heeft. Dus op het moment dat je op rampkoers ligt, geeft hij een alarm. En je kan ook de andere boten in het scherm zien waar de andere boten varen, mits zij natuurlijk AIS uitzenden. Verder heeft hij DSC om digitale noodoproep te kunnen doen. En geïntegreerd zit een GPS, zodat op het moment dat je noodoproep doet, dat je kan zien en waar je in nood bent. Dus eigenlijk is het een echte alleskunner? En eigenlijk is het een echte alleskunner, ja. Ja. Een portofoon waar veel om te doen is met veiligheid. En waarom is dit nou voor een zeiler handig om te hebben? Nou, handig om te hebben omdat je zo'n portofoon meestal toch al aan boord hebt. Hè, om, vooral als je van boord stapt bijvoorbeeld, om communicatie te houden. En dan heb je tegelijkertijd al deze extra functies heb je dan bij je, omdat je toch al de portofoon hebt. Ja, en wat is nou de prijs van dit product? Om en bij de €400, inclusief BTW in de winkel. Ja. En daar zit dan alles bij, de lader, de accu, compleet. En hij is al te koop? Hij is al te koop. Ja, in de betere watersportwinkels.